Filip, je bent als supporter bij de informatiebijeenkomst van Feyenoord City geweest. Hoe moest ik het eigenlijk voor me zien? Wat voor setting was het? Er waren ongeveer 30 supporters zo die er waren. En er waren verschillende groepjes waar je kon aanmelden. Je kon je aanmelden voor financiering, ontwerp. Volgens mij was de MER-tafel was niet gekomen, want er waren te weinig aanmeldingen voor. En ze hebben het stadionontwerp gedaan. En van tevoren heeft Frank Keizer iets verteld en Ruud Buijl over wat de status nu is. Ik heb bij de sessie van de financiering gezeten. En daar hebben we best wel discussies gehad over bezettingsgraad en haalbaarheid en de vragen. En Kalberg heeft informatie gegeven over wat er staat. En we hebben best wel een discussie erover gehad van wat wij ervan vinden. En wat voor gevoel bepaalde dingen bij supporters oproepen. Dat heeft hij. Aan de ene kant vond hij dat, dacht hij eerst van oké, jullie moeten ons geloven. Maar aan de andere kant hebben we wel hem laten zien van je moet je soms ook inleven wat een supporter voelt. En wij vinden dit gewoon risico. We hebben een discussie gehad en het stadionontwerp hebben ze tekeningen laten zien. En we mochten helaas geen foto's ervan maken. Er zijn veel dingen veranderd. En wat ze zeggen is dat iedereen de eerste ring en de tweede ring dichter bij het veld gaat doen. Ik weet niet of dat zo is, maar ze waren heel overtuigd ervan dat het was. Dus vandaag was er op internet, op Twitter waren er wel tegenberichten dat toch niet zo was. Dus ik ben benieuwd, maar ze waren heel stellig allebei. En ze gaven wel goede informatie over hoe de ontwerpen zijn en waar de business units komen. En er komen binnenkort herziende tekeningen. En ze zeiden ook dat er een hele mooie impressietekening binnenkort in de krant komt. Dus dat is voor jullie. Want wat is dan precies jouw gevoel over een wel of geen nieuw stadion? Ja, ik vind het veel te veel risico. Ik kan me niet voorstellen dat we zo'n duur stadion nodig hebben. En dat was aan het begin bij de introductie, werden de kritische vragen gesteld van waarom, als er nou een no-go is, wat gebeurt er dan? En toen werd er wel echt gezegd van nee, dan gaan we niks doen. Ook geen niks aan verbouwing. Dus en daar werden we ook, een aantal supporters zeiden ook van dat kan toch niet? Weet je, dan moeten we toch nog iets gaan doen. Maar er werd heel stellig gezegd nee. En sommige supporters vonden dat wel lastig. En de andere waren ook supporters die wilden heel graag het stadion hebben. Want die zeiden als het nu een no-go is, krijgen we nooit meer deze locatie. En dat zei één meneer. Dat kan ik me niet voorstellen, maar oké. Dat is zijn mening. Ja, ik denk dat het echt een te groot, te duur stadion is voor Feyenoord. En de business case komt, augustus komt die, zeggen ze. En dan wordt er een beslissing genomen door BVO Feyenoord. En we zullen het af moeten wachten wat de business case gaat vertellen, maar ik weet het niet hoor. Dus als ik het goed begrijp, ben je dan bang dat Feyenoord er financieel aan kapot gaat waarschijnlijk als het allemaal een flop wordt. Maar vind je niet dat er iets moet veranderen? Of kunnen we gewoon deze Kuip gewoon nog jaren gebruiken? Nee, de Kuip moet gewoon verbeterd worden. De vernieuwbouw is gewoon vereist om Feyenoord. Dus hebben deze Kuip gewoon jaren verwaarloosd, niet onderhouden. Dat moet gewoon beter, dat moet gewoon verbeterd. Dus niks doen is geen optie. Dus daarom vind ik het ook raar dat ze dan zeggen, als er een no-go is, dat we niks gaan doen. Dat vind ik echt een rare uitspraak, want je moet wat gaan doen. En er zijn zeker mogelijkheden, maar zij zeggen dat verbeteringen of vernieuwbouw hier niet wordt gefinancierd door mensen. Ik geloof dat niet. En de voorbeelden zijn ook van andere stadions die wel renovatie doen of vernieuwbouw. Maar ja, dat is hun mening en niet mijn mening. Dus dat is het spel voor mij wat er is. Maar we zullen het afwachten. Augustus. Was de sfeer wel gemoedelijk of waren er ook... misschien zie je het voor je dat er felle tegenstanders gaan schreeuwen naar de plannen. Of was dat allemaal niet het geval? Nee, het was echt gewoon netjes. Iedereen luisterde gewoon naar elkaar. En er waren zeker voorstanders en tegenstanders. En degene die de tafel leidde waren ook netjes en alle vragen werden gewoon echt wel netjes beantwoord. Dus dat is het zeker niet. En ik zag ook geen ME staan, dus... Maar nee, het was netjes. En we kregen ook frikandelletjes, dus... Dankjewel.